Hallo, welkom bij het Bouwdorpsjournaal van woensdag 30 oktober. In de ochtend hebben we getimmerd en daarna zijn we rond 12:30 beginnen met verven. Vandaag hebben we ook nog tijdens de pauze van Bakkerij Beersen lekkere roze koeken gesponsord gekregen. En tussendoortje een ligaatje van de DK-markt. Oké, nu naar de razende reporter. Dames en heren, daar ben ik weer, de razende reporter, dag nummer 3. En vandaag gaan we weer op pad, dus let's go. We zijn bij de eerste hut aangekomen en wat zijn jullie aan het maken? Hans en Grietje huis. Hans en Grietje huis, die al heel vers. Ja. Is hij bijna af? Ja. 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 Wat zijn jullie nog, een paar dingen aan het timmeren hoor ik, maar wat zijn jullie nog aan het maken? We zijn het dak aan het afmaken. Ja. Ja, dat is het al een beetje. En de spijkers opruimen. Ja, ja, want jullie gaan natuurlijk zo verven. Ja. Hebben jullie daar zin in? Ja. Ja, kun je eens, wat gaan jullie verven en waar? Wat ga jij verven bijvoorbeeld? Ja, ik heb wel wat meegenomen trouwens, snoepjes. Oh, en dan ga je dan verven er tussendoor? Ja, dat is heel handig. Verven zo. En dat komt dan op het huis? Chocola met een happen eruit. Toch? En dan gaat die zo en dan ga je er overheen verven? Ja. Ja, het ziet er goed uit jongens. Waar is de ingang eigenlijk? Daar. Ik ben een beetje aan het kijken wat ik nog kan doen. Ja, en dan straks een beetje opruimen natuurlijk en dan straks lekker verven. Ja. Nou, dan wens ik jullie veel plezier jongens. Ja. Doei. Kijk, in de verte zie ik daar al een vlag uitsteken op de hut. We gaan even vragen. Gaat het goed hier? Ja! Ja, wat zijn jullie aan het maken? Een smurfgrot! Een smurfgrot? Oh! Een smurfcafé! Zo, die heb ik nog niet gehoord inderdaad. Hoe gaat het met de smurfgrot? Kunnen we eens kijken naar binnen? Ja, het is meer een beetje een chillplaats van de smurfen. En dit is een prachtige vlag. Oh ja, kijk, okay. En de vlag is ook helemaal ingepakt tegen de regen? Ja. Of tegen het verven? Regen en verven. Ja, Oké. Wat voor kleur wordt het voor de grot? Een beetje grijs. Ja, een beetje grijs-zwart. Stenen. Ja, oké. Ja, ziet er goed uit. En wat, waar is de ingang van boven? Hier is de trap. Hier is de trap. Ben je nog niet af voor het smurfen? Nee, het is nog niet helemaal af natuurlijk, maar wel bijna klaar voor het verven dus. Ja, wel bijna. Ja. Nou jongens en meiden. Dan is ook naam ook nog opschrijven. Op de trap hier zo. Ja, verf. Slim, ja, dat doe je goed. Onze smurfennaam, want we hebben allemaal smurfennamen gekregen. Ja, wat is jouw naam? Mijn is Mystery Smurf. Smurf 1. Prinses Smurf. Prinses Smurf. Hulksmurf. Halloween Smurf. Ja. Smurf 2. Smurf 2. Leider Smurf. Nou, kijk eens. En dan zijn we helemaal compleet. Ja. Heel veel plezier, hè? Ja. Doei, doei. Doei. Veel plezier met de interviews. Dankjewel. Voor mij heb ik jullie nog niet geïnterviewd, hè? Nee. Nee, want wat zijn jullie? Je zijn maar met z'n tweeën, volgens mij. Ja. Dat is heel knap, want jullie hebben wel echt al heel veel gemaakt. Ja. Wat hebben jullie gemaakt, precies? Door een roosje. Oké. En wat, waar is de ingang? Hier moeten we nog een dakje op maken en dan wordt het een slaapkamer. Zo, ziet er heel goed uit. Heel knapper dat jullie met z'n tweeën hebben gedaan. En hier binnen een mooi puntdak, zo, mooi afgewerkt. Hier is dan de bank en daar komt de televisie. Ah, ja, en dan gaan jullie verven. Ja. Ja, welke kleuren gaan jullie gebruiken? Paars en blauw, ja. En dan zijn jullie heel goed te verven. Een beetje. Nou, het ziet er heel goed uit. Goed gedaan met z'n tweeën. Ja. En ga zo door. Ja, dankjewel. Hier hebben. Dames, waar zijn jullie mee bezig? Zou ik even binnenkomen dan? Ja. Zo, wat zijn jullie lekker aan het eten hier zo? Snoep. Ja? Ja. En wat zijn jullie aan het maken hier? Hans en Grietje. Ja? Kunnen jullie me een rondleiding geven? Zullen we even naar buiten eerst? Ja. En wat staat hier? Kijk uit. Oh, ja. Hij waait net om. Ja. En wat zijn dit? Ballonnen. Ja? Mag ik eentje hebben? Nee. Nee? Oh. Nou, leuk. En wat, jullie gaan zo verven ook? Ja. Ja, en welke kleuren? Roze. Buitenkant vrolijk, binnenkant een beetje eng. Ja. Eng, oeh ja, ik zie ook gevangenissen staan daar zo. Ja, wie gaat daarin zitten? Hans. Van Hans, ik ga erin zitten. Ja, jij bent Hans voor één dag? Ja, voor 1 uur. Voor één uurtje. Nou, dat is helemaal goed. Veel plezier nog. Dankjewel. Doei. Doei. Volgens mij is hier een groep dames aan het zagen. We gaan vragen, dames, wat zijn jullie allemaal aan het zagen hier? Het dak. Het dak, oké. Want dit is jullie hut hier zo? Ja. Wat zijn jullie aan het maken? De zeefgeitjes, maar we zijn met z'n zessen, dus we noemen het de zesgeitjes. Zesgeitjes, ja. Nee, dat kan zeker. Waar is de ingang? Hier kan ik ook doorheen? Nee, maar je kan hier mag ik niet doorheen. Kant.
Ik pas hier niet doorheen, jongens. Je kunt ook via de andere kant. Oké, en dan straks verven? Wit en zwart. Oké. Doen jullie goed? Nog iets anders om leuk te laten zien? Ja, hier hebben we een kapstok. En daar hebben we nog een kapstok. Zeker, niet te vergeten. En we hebben hier ook een bank. Een bank, ja. Kan je lekker zitten, inderdaad. Ja. Zo, die zit lekker. Ja. Hele middag laat ik lekker zitten. Daar doen we nog wel een kleedje op, want anders kan je wel kans krijgen dat je pijn aan je billen krijgt. Nee, dat is zeker waar, hè. Ja. Dames, veel plezier, hè. Ja. Ja. Doei. 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 Deze dames zijn ze gaan verzamelen voor het volgende interview. Want, dames, jullie hebben allemaal hetzelfde pak aan. Hoe komt dat? Geen idee. Dat heeft mijn stiefvader geregeld. Wat staat er op jullie achterkant? Kun je hem omdraaien? Ja, ik heb het. Beetje warm. Kijk, hier de timmerminnen. Ja. Want jullie zijn allemaal... Timmerminnen van Zeemerminnen. Oh ja, nee, dat is zeker leuk. Wat zijn jullie aan het maken? We zijn Zeemerminnen van Villa. Villa, paleis. Ja. Zo, nou, het is wel een mooie villa. Lekker groot. Hoog. Ja. Ja. Want waar zijn jullie mee bezig nu? Precies. Wij maken nu een spiegel. Ja, bijna af is. Mooi. En jij? Ik ben nog even daarboven bezig. Boven bezig? Ja. En jij en jullie? Timmeren. Ja, gewoon timmeren. Ja, dat is goed smaken. Ja, zullen we even naar binnen gaan? Ja. Dat is ingang. Ik ga het proberen, jongens. Zo, oh, ja, ja. Ik ben er bijna. Ja, we zijn binnen hoor. En wat hebben we hier dus? Hierboven is de? Hoe heet het ook weer? Balkon. Ja, balkon. Ja. En daar hebben we bed. Oké, ja. En daar kan je lekker liggen? Ja. Hebben jullie al een beetje geslapen hier? Het ligt niet heel lekker. Ja, het ligt niet heel lekker. Als je zit en eenmaal een beetje ligt, dan ligt het wel lekker. Ja. Oh, voorzichtig hè? Ja, dat doen we altijd. Daar zo is het afgebroken. Dus oh. Ja, dat is hier. Klemmetje. Nou, als het maar veilig is, hè. Als het maar veilig is. Hey, wat is hier achter? Ik zie een touw hangen. Ja, daar zo kan je schommelen. Oh, ze gaat wel zitten. Hij moet nog een knoop in. Er moeten nog meer drukken. Hij is nog onder constructie. Ja. Nou dames, veel plezier. Ja. En goed bezig. Ja. Doei doei. Ja. Overmorgen 31 oktober. Morgen om 10 uur beginnen de kinderen de laatste paar uurtjes met verven. Voordat ze alles gaan afbreken. Om 1 uur openen de poorten van het dorp voor de ouders. U zijn hartstikke welkom om te kijken. En uiteindelijk ook om even mee te helpen. Om 4 uur eindigen de kinderen en kunnen de kinderen dan naar huis. Om 6 uur is het bouwvakkersbal en pannenkoeken eten. Om 9 uur is de prijsuitreiking. Dus kleed je op je best en dan zien we je daar. Ouders, van harte welkom bij de prijsuitreiking. Tot morgen. Tot morgen.